Mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Voordat we gaan beginnen, like even deze video alvast. Heb je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet het zeker weten niet eventjes te doen. Daar zou je mij enorm blij mee maken. Dat zorgt er wellicht voor dat we de 400. Dat we al de 14.000 abonnees kunnen aantikken op mijn kanaal. Dat zou ik echt bizar vinden. Als we dat kunnen halen in de maand oktober. Heb je niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Maak je mij enorm blij mee. En dan gaan we maar snel door naar de video. Thumbnail, echt super mooi. We gaan kijken in deze video naar mijn allereerste 10 games van de Weekend League. Met Riet Gullit eigenlijk wel in het bijzonder, want die gast was toch ongelooflijk goed, mensen, dit weekend. Maar voordat we naar die games toe gaan, ga ik eerst eventjes mijn team laten zien dat ik ga gebruiken dit weekend en wat ik de eerste 10 games heb gebruikt. Maar het team wat jullie nu in jullie scherm zien, dat is het team dat ik gebruikt heb de eerste 10 games. Het speelt echt bizar goed met natuurlijk Ruud Gullit. Ja, ik kan er wel heel veel over gaan zeggen, Ruud Gullit, maar ja, jullie zien het zelf. 7 miljoen betaald voor deze man. 87 wedstrijden gespeeld en 37 goals, 44 assists. Ja, voor een middenvelder, bijna 40 goals in 90 wedstrijden voor een CM is echt, voor mijn gevoel, echt bizar goed. Mag ook wel voor een kaart van 7 miljoen, maar ja, dan nog, echt insane. Verder hebben we natuurlijk ook nog namen als Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar. Jullie kennen het allemaal wel. De pay-to-win gasten. Het enige wat ik nog wil laten zien is het team wat ik in gedachten heb om te maken. Weet je, ik dacht, laat ik eens een keer in een video mijn team gaan bespreken. Is misschien ook wel een keer leuk om te doen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan eventjes kijken naar het team wat ik in gedachten heb. Dat is dit team op dit moment. Er zijn dus een paar opties. 777.000 munten. En we hebben natuurlijk nog het 11 in vorm packje die we hebben laten staan van de vorige video. Dus laten we zeggen, stel je voor we halen dit weekend weer top 100 of minimaal elite 1. Dan hoop ik dat we wel, ja, met hele goede packluck misschien al wel op de 2 miljoen munten gaan komen. Zo anderhalf. Dus mijn vraag is eigenlijk naar jullie van, wat zouden jullie aanpassen in mijn team voor de aankomende Weekend Leagues? Dus ja, dat is mijn vraag. Wat zouden jullie doen? Ik heb hier een concept team staan met Johan Cruijff. Ja, dat is wel zijn babyversie. Dus ik weet niet echt of dat echt iets gaat worden. Maar een andere optie die ik heb is het volgende. Dat zou ik jullie nu eventjes laten zien. Dat is dus het volgende. Jullie zien hier eigenlijk het team wat ik nu ook gebruik. Maar ik ben echt geen fan van Virgil van Dijk, dus die wil ik er eigenlijk uit hebben. Zorgt er ook voor dat Alisson eruit moet, want ik ga echt niet met Joe Gomez spelen. Ook al hoor ik van veel van jullie dat hij misschien wel beter is dan Virgil van Dijk. Waar ik aan zat te denken is het volgende. Ik heb er goed over nagedacht. Ik heb moeten kiezen uit mid blank 89 en deze kaart. Hij is natuurlijk niet brons. Baby Ferdinand. En de keeper die er dan automatisch komt te staan is Thibaut Courtois in vorm 90 gereden volgens mij. Jawel. Dit is ook een optie. Dat betekent dus wel dat we weer constant die bronzen gast. Ik ga ze naam niet proberen uit te spreken, dat we die moeten inwisselen voor Sadio Mane vanaf de eerste minuut. Wat zouden jullie aanpassen aan mijn team? Dan gaan we de volgende video gaan we er ook weer naar kijken. En zo proberen we gewoon met z'n allen zo goed mogelijk team te bouwen. Meestal vragen jullie mij om tips voor jullie teams, maar dit keer hebben jullie hulp nodig. Ja, misschien dat jullie wel andere mogelijkheden zien. Misschien een Patrick Vieira voor Renato Sanchez of maakt niet uit wat. Dus laat het weten in de reacties, jongens. Dit wilde ik eventjes vertellen aan het begin van de video. En dan gaan we nu naar waar de hele video eigenlijk om gaat. Zo. En deze video gaat dus over wat ik zei. De eerste 10 potten van de Weekend League. Met Ruud Gullit in het bijzonder. We gaan er naar kijken. Jullie gaan zometeen vanzelf zien wat ik bedoel. Zie ik jullie zo. Ondertussen word ik weer geappt. Jullie gaan het hier zien in de eerste pot. Zoals jullie kunnen zien in jullie scherm komen we tegen een decent team. Maar in de eerste 10 potten kom je 9 van de 10 keer niet tegen een heel goed team. Jullie gaan dus wat ik zei gelijk zien hoe goed Ruud Gullit eigenlijk wel niet is. Mag ook wel wat ik zei voor 7 miljoen munten. Ondertussen krijg ik een heel leuk berichtje. Ja, dat was echt niet normaal. Dit is trouwens een skill move die ik heel overpowered vind. Ik wil trouwens ook hier weer echt een fenomenale skill move. Ik wil ook een tutorial gaan maken van skill moves die ik ziek vind in FIFA 21. Wil je dat nou ook zien? Laat het dan eventjes weten in de comments. We krijgen ondertussen onze eerste disconnect. Of disconnect. Dit mooie team. Weer niet heel bijzonder. Maar goed, maakt niet uit. Maar laat dus eventjes weten in de comments, jongens, of jullie dat zouden willen zien. Hier zie je ook weer de tweede goal volgens mij alweer van Gullit. In 2 games. Echt bizar. Die beukte gewoon doorheen. Net zoals hier, ja. Die gozer is gewoon niet van de bal te krijgen, jongens. Ik weet het ook niet. Het is echt ongelofelijk. Is het nou weer Gullit? Ja. Ik kan net zo goed gewoon stoppen met praten en alleen de beelden laten zien. Hij scoort gewoon 4 keer volgens mij in de eerste 2 games. Ze hebben ook 2 race quits gelijk te pakken. Gaan dus 2-0 in de Weekend League. Mag eigenlijk ook wel met zo'n team. Maar goed, hartstikke prima natuurlijk. Gaan we door naar het volgende potje. Komen we weer tegen een team met Gareth Bale. En ja, kijk maar eventjes wat Gareth Bale hier doet. Het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk.
Ik wist ook echt niet wat ik moest zeggen op het moment dat dit gebeurde. Ik heb nog nooit in mijn leven... Ja, oké, dat wel. Ik heb nog nooit in FIFA 21 een vrije trap tegengekregen op deze manier. Dus ik stond echt even van te kijken. Maar dat maakt niet uit. We maken de gelijkmaker en scoren ook gelijk de 2-1. Volgens mij twee keer Chris, maar hier hebben we gelijk Ruud Gullit. Volgens mij weer gaat scoren, of niet? Ja, sorry. Sorry, man. Te bizar voor woorden. Hij beukte gewoon doorheen. Hier hebben we Sadio Mane, die we dus een tweede bocht gepakt hebben, jongens. Ja, die smaakt ook gelijk de 4-1. Hier een hele blinde skill move. Zorgt er wel voor dat we 5-1 voorkomen. Als het goed is, gaat hij weg. Nee, dat is ook een skill move, jongens, die jullie nu zagen. Die ik heel goed vind om te gebruiken. Oh nee, dit was trouwens een pot die echt, ja... Dit is net een VVV Ajax score gaat dit worden. Ruud Gullit hier weer met een goal voor de 7-1. En ja, deze tegenstander speelde eigenlijk vanaf de 5-1 niet heel erg serieus meer. Zoals jullie kunnen zien, maak ik ook wel een doelpuntenverstuin van. Ik probeer zo leuk mogelijke goals te maken. Zulke goals wat ik dus zeg. Ik probeer gewoon wat dingetjes uit. Ik waardeer het natuurlijk wel gewoon dat deze opponent niet lieft. Had ik natuurlijk wel graag gezien. Maar ja, dat geeft mij natuurlijk wel de tijd om wat nieuwe dingetjes uit te proberen. En dat zien jullie ook wel, dat ik gewoon een beetje blind aan het skillen ben. Wat nieuwe dingen aan het uitproberen ben. En ja, dat is natuurlijk altijd wel handig om nieuwe dingetjes te testen. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik hier van plan was. Ik wilde eigenlijk die bal op een hele mooie manier de bal in het goal schieten. Maar dat lukte me helaas niet. Dit is ook weer een mooi goaltje met zo'n Zidane volgens mij. Dat is ook, kijk, ik doe het gewoon weer, jongens. Dat is een hele overpowered skill move wat ik dus zei. Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. We winnen ondertussen 13-1. Dat is trouwens bijna hetzelfde van VVV Ajax. En de volgende wedstrijd komen we tegen dit mooie Premier League team. Die heeft dus al aardig wat packluck gehad met een rode Werner. Verder, ja, wel OP-spelers. Tomori, Nathan Ake, jullie kennen het allemaal wel. Hier komen we echt na een kick-off met mijn standaard schaartje. Ik wil eigenlijk nu al gewoon bijna vertellen hoe alle skill moves werken en zo, maar... Dat ga ik echt eventjes bewaren voor een andere video. Alisson. Ik weet niet wat die gek allemaal aan het doen is. Ik wil hem dus echt uit mijn team hebben, jongens. Niet speciaal. Ja, eigenlijk niet speciaal Alisson. Maar het gaat me ook meer om die Virgil van Dijk. Ik heb heel veel pro's Courtois zien gebruiken. Ik weet niet of er toevallig mensen kijken naar deze video die ook Thibaut Courtois in hun team hebben staan. En die mij eventjes kunnen vertellen van hij is goed, hij is niet goed. Dit is wel weer een lekker goaltje trouwens. Cristiano Ronaldo, een dubbele AK. Dat zorgt voor de 4-1. Dit is trouwens een goal dat ik weer dacht van, wat gebeurt hier? Toen stond ik echt op het punt om, niet letterlijk Alisson te discarden, maar het was aardig dichtbij. Hier, liepen we weer een beetje te kloten. Het was toch al de laatste minuut. We deden een hele mooie skill move met Neymar. Over de Gea heen zorgen we nog eventjes voor dat Gullit nog een extra goaltje maakt. Dat is natuurlijk wel eventjes leuk. Natuurlijk een video waar het eigenlijk voornamelijk draait om Ruud Gullit. Niet alleen maar om Gullit, maar ja. Ik wilde toch eventjes in deze video laten zien hoe goed hij daadwerkelijk is. En het lijkt me sterk dat veel van jullie zo'n speler als Ruud Gullit kunnen gebruiken in FUT. Voornamelijk nu al in het begin van FIFA. Hier krijgen we trouwens weer een penalty. Ik heb trouwens alweer helemaal gemist dat we in een volgende pot zitten, jongens. Sorry, ik heb het team ook niet gezien. Jullie hebben het wel gezien. We hebben dus weer een penalty gemaakt met Ruud Gullit. Dit is een R1 vierkant voorzet van Kylian Mbappé op Neymar. Is een hele overpowerde voorzet. Zorgt ervoor dat onze tegenstander weer rage quit. We gaan op dit moment, ik weet het al niet meer. We gaan dus alweer 5-0 in de Weekend League. Gaan we door naar de volgende pot. De volgende pot komen we alweer tegen een best wel goed team. Ik denk tot nu toe van de potten die jullie gezien hebben zeker weten het beste team. Virgil van Dijk, Rafael Varane, gewoon best wel een prima teampie. Dus dan is het extra lekker dat je al zo vroeg in de game op een voorsprong komt. Komen we dus heel snel 1-0 voor door Cristiano Ronaldo en eigenlijk eenzelfde soort goal. Maar dit keer van Neymar komen we op een 2-0 voorsprong. Jullie zien het, heel veel schaartjes die ik dus gebruik. En we maken ook 3-0 met Sadio Mane. Eventjes in de versnelling. Hebben dus de 3-0 gemaakt. Opponent quit weer. En zo komen we eigenlijk best wel vrij gemakkelijk tegen zo'n goed team. 6-0 in de Weekend League. Dan gaan we door naar het volgende team. Ik zie het al. We hebben weer een opponent met Ben Yedder, et cetera. Ben Yedder dus. En ook Marcus Rashford, Bernardo Silva. Best wel een prima team. Maar dat moet te doen zijn met ons team. We hebben al best wel een paar potten geen goal meer gezien van Ruud Gullit. Maar het ging mij voornamelijk om die eerste paar games. Ik had jullie zoveel meer beelden kunnen laten zien van wat Ruud Gullit eigenlijk wel niet voor zieke dingen gedaan heeft in deze Weekend League. Maar dat heb ik jullie eventjes bespaard. Ik laat alleen eventjes de goals zien van de eerste 10 potten. Anders wordt het ook weer een hele lange video, jongens. We moeten dus, wat ik zei, op het moment van opnemen
Moeten we nog 20 potten spelen. Dus ik laat nu eigenlijk alleen maar de games zien die ik gespeeld heb. De rest moet dus nog gespeeld worden. Het is dus nu maandag. In het begin van de middag. Dus we moeten in de avond nog eventjes gaan knallen. Dus ja, ik hoop dat we het weer hopelijk misschien wel weer op een 30-0 kunnen gaan zetten. En dan gaan we alweer door naar de 8e game. En dan komen we tegen dit mooie team. Ansu Fati SBC kaart volgens mij. Ik weet niet precies wat voor een kaart dat is. Volgens mij speler van de maand. Toch wel ziek dat je op een 17-jarige leeftijd een speler van de maand krijgt. Maar goed, eventjes los daarvan. Krijgen we dus een penalty tegen. Dus dat kan de eerste keer volgens mij worden dat we op achterstand gaan komen. En dat gebeurt niet, want hij mist de penalty. Het gebeurt toch wel, want die Alisson die is weer vreselijk bezig. En verkeerd verdedigen voor mij. En we komen ook op een 2-0 achterstand. En dan begint het toch wel spannend te worden, want 2-0 achterkomen is toch niet zo fijn. Maar ja, we hebben zulke goede spelers. Zoals jullie kunnen zien, Neymar, die gaat er vrij gemakkelijk doorheen. Die gaat er vrij gemakkelijk langs en we komen op een 2-1. We maken ook heel snel in de game maken we 2-2. Dat zorgt er dus nog voor dat we het gelukkig nog vlak voor rust op een gelijkspel staan. En ja, ik heb eigenlijk geen idee wat er hier gebeurde. Vandaar dat ik het eventjes in een versnelling liet zien. Mijn opponent, we stonden dus 2-2 in de rust. En op het moment dat ik de aftrap nam, begon hij ineens AFK te staan. Hij deed gewoon niks. Ja, toch wel fijn voor mij dat we in een pot waar we 2-2 staan, dat onze controle was uitgevallen of ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we hebben weer een overwinning te pakken. 4-2, ragequitje, door naar de volgende pot. En in deze pot komen we weer tegen een vrij goed team. Rafael Varane en Rashford eventjes in het bijzonder best wel, dat zijn toch wel weer gewoon top spelers. Dit is weer een hele mooie skill move die we weer laten zien. Dat is een, ik weet niet precies hoe je hem nu noemt, maar volgens mij een reversed AK, iets in die richting. We maken ook weer een goal met Ruud Gullit, echt de hoeveelste. Dit is weer een hele blinde goal, vind ik. Het klinkt misschien een beetje negatief naar mijn tegenstanders, maar dit was ook wel echt een hele blinde goal. We krijgen gelukkig wel weer vrij snel een penalty die we maken met Ruud Gullit. Hoe kan het ook anders? De man. In de tweede helft, in minuut 70, maken we ook de 4-1. We moeten skillen. Prachtige goal trouwens van Neymar. Zorgde dus voor dat mijn tegenstander weer rage quit. Volgens mij uit mijn hoofd. Nou, jullie kunnen het berekenen jongens. Het zou waarschijnlijk de 6e rage quit zijn of zo van de game. Of van de Wicked League. Hartstikke top. Gaan we alweer door naar de laatste game die we gaan laten zien in deze video. En dan komen we tegen dit team. Werner, Havertz. Best wel mooi hybridje. Met Premier League spelers en een Bayern hoekje. We komen al best wel snel in de wedstrijd weer op een 1-0 voorsprong. Mbappé, ja, best wel makkelijk. Ik kan het allemaal wel gaan opnoemen, jongens. Maar jullie zien ook wel hoe makkelijk het eigenlijk gaat met zo'n team. En nou wil ik niet zeggen dat als je zo'n team hebt, dat het dan gelijk ook heel makkelijk zal gaan. Want ik denk dat veel van jullie dat nog best wel onderschatten van. Ik zie veel mensen zeggen, ja, jullie hebben zo'n goed team, dus dan moet je 30-0 halen. Ik denk dat jullie je daar toch wel in vergissen. Maar ja, het is in ieder geval vrij gemakkelijk verlopen, zoals jullie kunnen zien. De 10 potten. Hopelijk vond ik dit in ieder geval een leuke video. Eventjes een snelle update was het eigenlijk. Met Ruud Gullit dus in het bijzonder. Hele mooie thumbnail. Leuke video als je het mij vraagt. Vond je deze video nou ook leuk? Vergeet zeker weten niet eventjes te liken en te abonneren op mijn kanaal. Zou ik enorm tof vinden. Rustig aan. Ciao, ciao.